gold plated. Jawel. Oh jongens, zeg het me. Moet ik dit vaker doen? Als ik er naar kijk, dan denk ik van nou, ik vind ze eigenlijk allemaal leuk. Hallo allemaal, super leuk jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal, Larissa Bruin. Daar maak ik ook regelmatig video's, ook shoplogs en ook wel eens action shoplogs. Dus ik zou zeggen, neem daar vooral een kijkje. En vandaag heb ik ook weer een hele leuke shoplog voor jullie op dit kanaal, namelijk een sieraden shoplog. En deze is al een paar keer door jullie aangevraagd, dus hier is hij dan eindelijk. Ik ben naar de winkel gegaan en ik heb echt super veel leuke sieraden kunnen vinden. Ik wist niet eens dat die collectie zo groot was, dus ik kan niet wachten om jullie alles te laten zien. Maar eerst wil ik jullie vragen om alvast een duimpje omhoog te doen voor deze video. Dat helpt namelijk echt dit kanaal en ook deze video. Dus ik zou het heel fijn vinden als jullie dat even willen doen. En laat ook zeker een reactie achter. Ik ben namelijk allereerst wel heel erg benieuwd. Zijn jullie van de zilveren sieraden of van de goudkleurige sieraden? Zoals je ziet, ik ben vooral van goudkleurig, maar ik heb ook wat zilverkleurige sieraden meegenomen. Laten we gauw gaan kijken wat ik allemaal heb gescoord. Als je dan heel veel sieraden gaat aanschaffen, dan wil je natuurlijk ook wel daar een hele mooie plek voor hebben om dat allemaal in op te bergen. Dus ik dacht, bij deze sieraden shoplog hoort allereerst ook wel een sieradenbox. Ofwel een jewelry box. En ik vond deze echt prachtig. Deze was €6,95. Ik denk ook dat hier eigenlijk wel alles in past. Van ja, oorbellen tot armbandjes tot zelfs kettingen. Die was er trouwens ook in het zwart en ik heb ook een zwarte meegenomen. Want die wilde ik jullie ook gewoon even laten zien. Ik dacht, ja, weet je. We maken deze video natuurlijk wel gewoon meteen helemaal compleet. En dat is deze sieradendoos. Wat ik hier wel vet aan vind, is dat de onderkant een spiegeltje is. Daardoor lijkt die nog wat groter. Maar gaat het allemaal ook nog iets meer dynamiek krijgen. Als je hier dus iets van goud of zilver of een andere kleur inlegt. Dan gaat het heel erg spreken. En deze was €5,79. Misschien is het wel goed om vooraf alvast eventjes te weten. De meeste sieraden waren €1,59 of 99 cent. Alleen het wordt voor mij met de bon erbij echt heel lastig om alles uit elkaar te halen. Dan beginnen we gewoon maar eventjes met deze oorbelletjes. Dit zijn goudkleurige oorbelletjes met een soort van ring en dan een pareltje eraan. Oorhangers noemen we dat gewoon eigenlijk wel. Oh, dit past ook helemaal bij de rest wat ik aan heb, want hier hebben we ook nog even een pareltje hangen. Ja, ik vind dit leuk. Kijk, ik hou ervan als het gewoon sprekend is en ook wat groter. Ik ben echt blij met deze oorbel bijvoorbeeld. Gaan we door met een ketting. En een ketting zeg ik. Dit zijn meerdere kettingen. Het zijn er drie. Het is namelijk echt gewoon een hele set of eigenlijk een hele ketting stack, zoals we dat ook wel noemen. Hè? Nou was ik dus al langere tijd op zoek naar zo'n ketting. Goed, als je die ergens anders aanschaft in zijn eentje, dan kan je al €30 à €35 kwijt zijn. En hier ben je gewoon voor de hele set nog geen eens €2 kwijt. Oh. Qua kleur is het wel wat mooiere goud. Zeg maar niet te gelig. En ook niet te oranje. Nou, voor wie in plaats van kettingen meer van chokers houdt, is er ook genoeg keus. Ik vond bijvoorbeeld deze choker. En dat is een set van... Even kijken hoor. Vertellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zijn er 6. En hier zitten dan van die kraaltjes aan. Oh, die passen echt helemaal leuk bij mijn nagel. Vind ik eigenlijk wel tof. Want meestal als het gaat om chokers, dan zijn ze wat meer uitgesproken en wat overdrevener. Maar hoe leuk is het eigenlijk om dit soort chokers te dragen? En dit soort chokers, omdat ze wat dunner en wat subtieler zijn, kun je ze ook leuk combineren met wat langere kettingen. Weet je wel, als ik hier nog twee van die dunne kettingjes bij doe, helemaal leuk. Dan is het tijd voor armbandjes. En dit zijn van die bangles, waarvan ik eerlijk gezegd het idee heb dat ik ze niet als armbandjes ga dragen. Nee, ja, we gaan het even wat spannender maken, jongens. Nou weet ik niet zeker of het gaat lukken hoor, maar kijk, we nemen bijvoorbeeld deze bangle. En die hoort dan natuurlijk in principe gewoon zo om je arm. Maar nou leek het mij dus leuk om hem om mijn bovenarm te doen. Dit gaat hem niet worden. Kijk, je zou het nog kunnen proberen als je dus een wat smaller armpje hebt. Maar goed, ik ben zo'n hulk dat mijn idee voor mij niet gaat werken. Jammer. Het is wel echt heel leuk, hè? Als ik ze omdoe, dan vind ik ze allemaal toch nog veel leuker dan wanneer je ze zo ziet. Als je ze gewoon wil dragen zoals het hoort, dan wordt het een beetje dit. Best cute, toch? Dan gaan we door naar een iets duurder item. Ja, iets duurder, jongens. Want dit is gold plated. Jawel. Ofwel verguld goud, zag ik hier geloof ik staan.
En dit zijn dan oorbelletjes van €2,59. Die komen dan ook in zo'n ander soort verpakkingje. Zijn op deze manier misschien ook al wel heel erg leuk om cadeau te doen. Kijk, ze zijn best wel klein en cute. Ik heb echt van die enorm uitgerekte oorlellen, dus daar moet je even niet op letten. Maar voor iedereen die van klein en cute houdt, dit is je oorbel hoor. En dan verguld goud, dus €2,59. Waren ze ook niet echt heel veel duurder of zo. Dan kon ik echt bijna geen enkel bandjes vinden, maar uiteindelijk kwam ik toch nog deze tegen. Die waren er dan wel alleen in het zilver en die waren ook bijna uitverkocht. Dus blijkbaar populair. En ja, op zich snap ik dat ook wel, want ja, ik hou echt enorm van enkelbandjes in deze tijd van het jaar. En dit is gewoon eigenlijk meteen een set van 3. Die ook heel leuk bij elkaar passen. Zwart met kraaltjes, een zilveren en dan nog van die soort van parelmoerachtige kraaltjes. Nou, ik heb er even eentje omgedaan voor het idee. En kijk, dat is toch helemaal cute. Ik hou hier echt van. Ik vind het altijd leuk om dat soort enkelbandjes te dragen in de zomer. Je ziet dan natuurlijk je benen ook gewoon iets meer. Dus ja, helemaal leuk om je outfits mee af te maken. Dan heb ik nog 2 hele leuke armbanden setjes. En dat zijn deze 2. Dus we hebben hier allereerst armbanden. De set met weer van die kraaltjes, pareltjes. Daar lijkt het eigenlijk meer op. En daar hangt ook nog een soort van tag aan. Vinzero. Klinkt als een vakantieliefde. En dan hebben we hier nog een mooie gouden ketting. En dan hier nog schakeltjes met daar een pareltje aan. Hele leuke set. Vindt Vincero vast ook. En dan heb ik hier ook nog een hele mooie, wat dunnere ketting. Of armband is het natuurlijk, maar je snapt me. Met pareltjes eraan en dan een wat groffere en nog een grove schakelketting. Dus zo zie je dat er echt heel veel verschillende soorten zijn. Jongens, er is zoveel keus. Echt, er is zoveel keus. En ja, wat ik al zei, ook heel leuk om weg te geven. Ik heb dus ook een oorbelletje gehaald die ik zelf al heb. Maar die vond ik zo leuk dat ik hem ook gewoon nog cadeau ga doen aan iemand. Dus dat zijn deze oorbellen. Die heb je misschien dus ook al gezien in een vorige shoplog. Dat was volgens mij de festival shoplog. Toen dacht ik, oh, dat zijn wel leuke festival oorbelletjes. Dan wordt het wel opnieuw tijd voor iets zilvers, hè. Dat ben ik met jullie eens. Dus laten we even gaan kijken naar deze zilveren oorbellen. Nou, er zit ook gewoon een goed achterkantje bij. Helemaal top. En deze zijn ook wel weer wat meer aanwezig. Ik draag dus over het algemeen goudkleurige sieraden, maar wanneer ik dan zilver draag, dan wil ik wel dat het ook gewoon echt een statement maakt. Dus dat lukt wel met deze oorbellen, denk ik. Dan nog een leuke kettingset. En dat zijn deze 3 kettingen. Deze ga ik er ook even afhalen en gewoon echt even helemaal omdoen. Want we willen het even meemaken, toch? Ja, dat vind ik ook. Ik zie dus dat deze kettingen met z'n allen maar 1 sluiting hebben. Met andere woorden, je kunt ze niet alle 3 afzonderlijk dragen. Ze horen echt met z'n drietjes bij elkaar. Vind ik geen probleem, want dat betekent ook dat ze meteen op elkaar zijn afgestemd qua lengte. Zie je? Echt helemaal perfect. Ik vind dit echt wel een hele leuke combinatie. Qua kleuren vind ik dit ook helemaal leuk bij deze top. Wat denken jullie? Dan heb ik ook een haarsieraad meegenomen. Ja, ik weet het. Eigenlijk is het gewoon een haaraccessoire natuurlijk. Of een haarclip. Zoals we het allemaal wel kennen. Ik vond dit er zo als een sieraad uitzien. Ook helemaal passend bij al dat andere goudkleurige dat ik nu al heb laten zien. Dus ik dacht, ik vind deze ook wel leuk om even te laten zien. Want hiermee maak je ook gewoon je look helemaal af. Er waren hiervan ook echt meerdere soorten met verschillende vormpjes allemaal. Ben ik nu queening of wat? Oh jongens, zeg het maar. Moet ik dit vaker doen? Moet ik dit vaker doen? Misschien moet ik dit vaker doen, hè? Heb ik nog meer oorbelletjes? Ja, jongens, dit is een sieradenshoplog. Misschien denk je, meid, wanneer ga je dit allemaal aantrekken? Maar ja, jullie wilden een sieradenshoplog. Ik krijg een sieradenshoplog, dus ik laat jullie echt bijna alles zien wat er in het assortiment is. Maar oké, deze oorbellen kon ik ook echt niet laten. Dit zijn namelijk ook weer goudkleurige oorbellen. Maar zoals je hier ziet, is afgemaakt met, hoe heet dit ook alweer? Dit heeft volgens mij een speciale naam. Maar ik ga het nu gewoon even plastic noemen, oké? Maar het lijkt op parelmoer, oké? Vind ik wel heel erg leuk. Vind ik ook weer even te leuk om te laten zien. Voilà, tada, 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 tada. Ja, ik vind deze ook echt helemaal leuk. Mooi vormpje ook. Heb ik helemaal nog geen ringen laten zien, of wel? Nee, hè? Nou, maar ik heb natuurlijk ook ringen gehaald, want jullie weten het. Ik ben echt een ringenlover. En ja, ze hebben dus ook allerlei van die ringen sets. Dit zijn er 6. Let altijd even op de maat wanneer je ringen gaat kopen. Natuurlijk, meestal sta je wel een beetje te passen, maar in principe geven ze dus ook de maat aan. Deze zijn bijvoorbeeld SM. Ik had ook nog hele leuke andere gezien, maar die waren er alleen in LXL en die waren gewoon wel echt te groot. Echt een huge ass bloem. Of zo. Nou, deze. Ja, het zijn allemaal verschillende soorten. Oh, dit zou ook zomaar verlovingsring kunnen zijn. Tip voor alle mannen. Koop hem gewoon bij de Action. €1,59 of 99 cent als je geluk hebt. Dan heb ik hier weer 2 oorbellen setjes.
En deze lijken best wel op elkaar, maar ik ga ze eventjes naast elkaar laten zien, zodat je toch ook kunt zien dat er verschil in zit. Kijk, dit zijn allemaal wat kleinere oorbelletjes en allemaal heel verschillend. Maar dat is er ook juist zo leuk aan, dat je gewoon een heel complete set van 6 verschillende oorbellen hebt. Als ik er naar kijk, dan denk ik van nou, ik vind ze eigenlijk allemaal leuk. Sommige zijn misschien voor mij wat klein. Ik vind deze net even te dun en klein. Hier bijvoorbeeld, ja, dan zijn ze misschien wel klein, maar dan zijn ze toch weer dik. Dus dan ja, is dat toch voor sommige dagen ook precies wat je nodig hebt. Dan heb ik nog een haarsieraad. Ja, ik noem dit ook gewoon weer een sieraad, omdat er weer wat goudkleurigs bij komt kijken. Kijk, het gaat om deze diadeem. Ik vind hem echt helemaal te gek. Oh, hij laat ook gewoon los. Ja, hij wil gewoon in mijn haar natuurlijk. En dat snap ik ook wel, lieverd. Kijk. Is it the princess of the Netherlands? Is it the princess of the Netherlands? Oh no, het is gewoon Larissa in een action video. Maar is toch leuk. Maakt toch gewoon wel even net even wat specialer en bijzonderder. Ik vind het ook leuk dat ze dus met z'n drietjes komen. Je kunt ze ook gewoon met z'n drieën omdoen, vind ik. Ik ben heel benieuwd of jullie daartoe geneigd zouden zijn. Of dat je dan zegt van nou, leuk om er 3 te hebben. Ik gebruik er wel maar eentje per keer. Dan heb ik hier nog een ketting. En dit is weer zo'n wat meer, ja, aanwezige ketting. Die ik ook heb genomen om de reden dat ik denk dat die heel leuk is om te combineren met andere kettingen. Dan heb ik hier nog een armbandensetje. Nou, nog meer kraaltjes en nog meer pareltjes. Oh, als je dan naar een festival gaat en je zou bijvoorbeeld deze allemaal bij elkaar omdoen. Gezelligheid! Dan gaan we door met de laatste 2 items. En dit zijn misschien weer van die items waarvan je denkt van nou, die horen niet helemaal bij een sieradenshoplog thuis. Maar het is ook een beetje om jullie alvast warm te draaien voor wellicht een accessoire shoplog. Laat weten in de comments als het je leuk lijkt als ik een keer een volledige accessoire shoplog maak. Maar in dit geval dus even een zonnebril waarvan ik dacht, nou, als je dan heel veel leuke sieraden laat zien, dan mag deze er ook bij. Ja toch? En die was 2,99 euro. Ik heb dus nog een brillenkoker bijgenomen. En die was 1,99 euro. Hiermee is deze video toch gewoon echt helemaal compleet. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie favoriet was. Laat me vooral ook weten, ben je meer van zilver, meer van goud? En laat dus vooral ook nog weten of je nog een keer een ander soort shoplog wilt zien. Binnen deze categorie. Misschien een accessoire shoplog. Of misschien een keer een beauty shoplog. In ieder geval super leuk dat je naar deze video hebt gekeken. Vergeet niet om je duimpje omhoog te doen. Daarmee help je echt deze video en dit kanaal. En vergeet ook niet om even te abonneren. En abonneer je dan ook eventjes op mijn kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk weer tot snel. Doeg!